De politie gebruikt sinds kort drones op het water om overtreders te slim af te zijn. Bij een test deze zomer zijn al tientallen boetes uitgedeeld. Ja, hij is geslaagd, absoluut. Dus we gaan er volgend jaar zeker mee door. Maar we gaan wel evalueren met z'n allen hoe we het nog beter kunnen doen. Goedenavond en verder in deze uitzending. Leerkrachten in het speciaal onderwijs die willen voorrang op coronatesten. Want met deze leerlingen is het moeilijk om volgens de afstandsregel les te geven. Er zijn leerlingen die nabijheidsbegeleiding nodig hebben, die heel veel fysiek contact zoeken. En de rek is eruit. Het accordeonmuseum in Malden moet noodgedwongen sluiten. Dat was de nekslag. Rijkswaterstaat, de brandweer en politie. Steeds meer overheidsdiensten maken gebruik van drones. Deze zomer is ook de waterpolitie ermee gaan testen en dat bevalt goed. Door drones de lucht in te sturen is het volgens de politie makkelijker om mensen te betrappen. Voorheen waren overtredersagenten wel eens te slim af. Vanuit de lucht verwacht de watersport ons niet. Je ziet gewoon op sommige recreatiegebieden dat er een appgroep is, dat ze weten dat we binnenkomen zeg maar, op een recreatiegebied. Nou, dan zul je begrijpen dat het wateroverlast of het overlast op het water, die is over. En de afgelopen tijd is wel gebleken dat deze manier van controleren werkt. Verspreid over de zomer is de politie 8 keer het water opgegaan. En in totaal zijn er tijdens al die controles 51 boetes uitgedeeld. Dit weekend gingen de drones ook weer de lucht in. De zomer loopt op zijn eind. De laatste dronecontrole van het watersportseizoen is hier in Wageningen. Ja, die gele waterscooter. Hij gaat die kant even op. Volgens de politie is het de laatste tijd overal wel drukker geworden op de Gelderse wateren. Dus zijn er ook meer controles nodig. Na de lockdown zagen we op internet dat er enorm veel boten verkocht werden. Er was geen vaartuig meer te koop. Nou, iedereen bleef in Nederland, dus wij zijn daarop vooruit gezien. En we hebben samenwerking met het droneteam gezocht. Steeds meer overheden maken gebruik van drones met camera's. De Milieudienst van de regio Arnhem zet ze sinds een maand in om bijvoorbeeld afvaldumpingen op te sporen. En ook de brandweer heeft drones, uitgerust met warmtecamera's, om te zien of een brand ergens verstopt nog woedt. Als de politie overtredingen op het water ziet, worden agenten erop afgestuurd. Standaard staan 2 jetskis en een politieboot klaar. Vanaf een afstandje wordt al meegekeken. Ja, laat het straks even weten, maar deze is opgenomen. Hij kan ruim 1 kilometer om zich heen kijken. De beelden worden daarna wel kwalitatief minder, dus korreliger. Maar hij kan op 1 kilometer afstand kan die moeiteloos het EIL-nummer, oftewel het registratienummer om een boot lezen. De beelden worden gebruikt als bewijs. En daar maken strafrechtdeskundigen zich zorgen over. Want zijn de beelden wel rechtmatig verkregen? En hoe zit het met de privacy? De politie denkt dat het kan, maar wacht de eerste rechtszaken af. We nemen ook niets op in principe, tenzij. Dus op het moment dat we een delict zien, dan gaan we pas opnemen. En de beelden worden het niet gebruik ervan gewist. En de beelden die we willen gebruiken voor justitie, die gaan mee met het procesverbaal. Volgende zomer wil de waterpolitie weer drones gaan gebruiken. Scholen proberen er alles aan te doen om coronabesmettingen buiten de deur te houden. Maar het speciaal onderwijs zegt dat het naleven van alle maatregelen bij hen lastig is. Dat komt doordat ze met kwetsbare kinderen te maken hebben. En daarom wil het speciaal onderwijs dat hun leraren voorrang krijgen voor een coronatest. Margot Kleinpenning is directrice van De Ziep in Didam, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Sommige leerlingen op school hebben een speciale hulpvraag, waarbij het soms lastig is om de 1,5 meter afstand te bewaren. Nou, er zijn leerlingen die ook verzorging nodig hebben. En er zijn lichaamsverzorging of hulp bij het eten. Er zijn leerlingen die nabijheidsbegeleiding nodig hebben, die heel veel fysiek contact zoeken. Maar we hebben ook leerlingen in onze hogere leerroutes die echt wel de afstand kunnen houden, hoor. Maar het verschil is heel groot. De zoon van Martie Kampus uit Zevenaar volgt onderwijs op de Ziep. Naast de coronamaatregelen op school merkt hij dat corona voor nog meer problemen zorgt. Voor mijn zoon betekent het concreet dat hij 1 stage heeft bij een extern bedrijf op dit moment. Maar zijn tweede stagedag is niet ingevuld, wat dan op vrijdag is, waardoor hij op die dag thuis zit en dan
thuisonderwijs moet doen met huiswerk wat mee komt van school. De zorg komt dan echt op de gezinnen te liggen. En ook die gezinnen die hebben ook gewoon werk of een vitaal beroep. En dat zorgt wel voor hobbels. Hè. Margot juicht ook de voorrangspositie voor docenten bij het afnemen van testen toe. Want dat voorkomt dat een afwezige leerkracht voor meerdere dagen vervangen moet worden. Dat zou al heel erg helpen. Als wij de uitslag met een dag hebben, dan hoeven we niet die uitzonderlijke maatregelen te treffen. Dus daar zouden we enorm mee geholpen zijn. De collectie van het museum is uniek in Europa. En vanuit de hele wereld kwamen er bezoekers. Maar na 22 jaar gaan Accordeonmuseum De Muze in Malden en het bijbehorend muziekcafé dicht. Corona gaf het laatste zetje, waardoor oprichter Henk Kuik zich gedwongen ziet de deuren te sluiten. Eigenlijk was het Henks vrouw die de aanzet gaf tot het museum, omdat ze gek werd van alle accordeons die haar man verzamelde. De kelder stond vol, en de zolder stond vol en de slaapkamer stond op een gegeven moment vol. Toen zei ze, of we doen het weg of we gaan er iets mee doen. Nou ja, dat was de trigger. Het museum kent bijzondere exemplaren, zoals een van de grootste accordeons ter wereld. Het was niet makkelijk om het museum de afgelopen jaren draaiende te houden. Zeker toen de gemeente Heumen in 2012 de jaarlijkse subsidie stopzette. Sindsdien hebben we het gewoon zelf betaald, maar daar kun je natuurlijk niet alles mee. Dus we zijn langzamerhand teruggelopen in publiciteit, dus ook in bezoekersaantallen. Want wie niks laat weten wordt vergeten. En dat heeft ons eigenlijk wel een beetje genekt. Er waren altijd nog de inkomsten van het muziekcafé waar op zondag live muziek was. Maar toen kwam er corona. Dat was de nekslag, als je het zo wil noemen. Ja, de laatste duw die het gegeven heeft. De Muze gaat nu dicht en voor zo'n collectie zoekt Henk Kuik nog een nieuw onderkomen. Ja, we hebben Moskou hier gehad, het Moskouse Scriabin Museum. Maar ja, die zitten zelf in dezelfde problemen. Ook met de corona, ook met de financiën. Het Duitse museum in Trossingen, we zijn zelfs met China bezig. Dus ja, het eind is nog niet in zicht, we blijven het proberen. Een uiterst precieze operatie in Tricht. Daar is een bijna 100 jaar oud gemaal op een nieuwe plek gehezen. De inwoners zijn blij met het oude gebouwtje dat zo bewaard blijft. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is kritisch op het verbod op juichen in voetbalstadions. Het werkt niet, zag hij tijdens de wedstrijd van NEC vorige week. Je ziet zelfs met 2900 toeschouwers. Ik heb me keurig in gehouden, ik ben blijven zitten. Maar ik vind het volstrekt logisch dat mensen hun emotie daar willen weergeven. Dat is bijna niet te doen. Hoezeer men ook inhoudt, je kunt niet vermijden dat mensen hun emotie laten zien. En zelfs af en toe gaan zingen om hun club aan te moedigen. Dus ik ben niet verbaasd, dat niet gaat lukken. Komend weekend worden wegen afgesloten naar Airborne herdenkingsplekken. Naar de Ginkelse Heide en de Airborne begraafplaats in Oosterbeek bijvoorbeeld. Zo moet voorkomen worden dat mensen massaal naar de herdenking gaan van bevrijdingsoperatie Market Garden. De herdenkingen worden komend weekend wel op deze zender live uitgezonden. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die hulpverlening regelt, is gehackt. Interne systemen zijn geraakt en sinds gisteravond platgelegd. De meldsystemen werken volgens de veiligheidsregio wel gewoon. En dus is de brandweerzorg bijvoorbeeld niet in gevaar geweest. Er wordt nog uitgezocht wie achter de hek zit. Een groep hoogbejaarden in Voorst moet toch verhuizen naar een ander verzorgingshuis. De reden is het stopzetten van de intensieve 24-uurzorg door censieren. Tot groot verdriet van familieleden die de verhuizing eerder aanvochten. In woonzorgcentrum De Bendring in Voorst maken nu slechts 5 bewoners gebruik van intensieve zorg. Volgens zorgkantoor Midden-IJssel dat de contracten afsluit met zorgaanbieders is de groep voor deze dure zorg te klein. De bewoners hebben nu geen andere keuze dan op 26 september te verhuizen naar andere centra van censieren in bijvoorbeeld Twello of Zutphen. Bijna 100 jaar heeft hij voor droge voeten gezorgd in het rivierengebied. Het gemaal Tricht uit 1920. Omdat hij de hevige regenval niet langer aan kan, is het gemaal in februari weggehaald om plaats te maken voor een nieuwe. Maar omdat het gemaal cultuurhistorische waarde heeft, is het vandaag teruggeplaatst aan de rand van het dorp Tricht.
Met 4 stevige kabels is het monument uit 1920 vanmiddag weer op zijn oude plaats teruggezet. Het gebouwtje willen we graag behouden voor de toekomst. En daarom hebben we hem teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek, maar wel in het nieuwe ontwerp van het nieuwe gemaal. Het oude gemaal kon de hevigere regenval van de laatste jaren niet goed verwerken en moest daarom plaatsmaken voor een nieuwe. Omdat de inwoners van Tricht aan het oude gebouw gehecht zijn, is hun gevraagd mee te denken over waar die dan terecht moest komen. Jullie moeten komende 100 jaar letterlijk tegen dat nieuwe gemaal aankijken. Zeg maar hoe je het hebben wil. En dat hebben de mensen gekregen zoals ze het hebben wilden. Heel mooi dat daar behouden bleef. Het heeft iets met de cultuur hier in het landgoed en alles te maken. Ik vind dat wel perfect. Het nieuwe gemaal is nog in aanbouw en moet eind december klaar zijn. Straks is ook de bedoeling dat het nieuwe gemaal zichtbaar is achter het oude gemaal. Dan staan er eigenlijk 2 gemaaltjes achter elkaar. Het is een prachtige dag om te gaan zwemmen. En sommige zwemfanaten waren er dan ook vroeg bij vanochtend. In het Arnhemse zwembad Klarenbeek werden om 7 uur de eerste baantjes al getrokken. Dat is extra lekker in dit mooie weer. In alle vroegte al het water in. Voor veel zwemmers is dit de ideale opening van de dag. Nou, je hebt even bewogen, je komt verfrist dat bad weer uit. Op het fietsje terug naar huis, dus prima begin van de dag. Het is een bijzondere groep en ik heb heel veel respect voor ze. Want ze staan elke ochtend om 6:45 staan ze voor de poort te wachten. En ze trekken hun baantjes dag in dag uit. Ja, het is eigenlijk een vast groepje die iedere ochtend wel komt zwemmen. En het is gewoon gezellig. De temperatuur maakt het nu extra aangenaam. Maar slecht weer houdt deze fanatici ook niet tegen. Een jaar of 2 geleden toen het open ging was het 2 graden onder nul. Ja, in het water heb je daar geen last van. Het zwembad verwacht deze week nog de 50.000ste bezoeker. En daarmee hebben we eigenlijk het seizoen wel gered. We zijn ruim een maand dicht geweest. En we hebben besloten om tot met 18 oktober open te blijven. Dus ook ruim een maand langer. Het is altijd jammer als het bad weer dicht gaat en je naar het binnenbad moet. En ik kijk altijd met veel plezier weer uit naar wanneer het bad weer open gaat. Ja. Ja, heerlijk toch? Dan nog het weer. Deze zogenoemde zonneharpen vanochtend vroeg, die waren een voorbode voor een prachtig zomerse dag. En vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten. Vannacht is er nauwelijks bewolking, wel is er kans op nevel of mist. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En morgen is het zonnig en zeer warm. De temperatuur die loopt in de ochtend snel op tot zo'n 30 of 31 graden en lokaal zelfs 32 graden. Er staat weinig wind, waardoor het ook in de avond nog lang warm blijft. Dan het weer de komende dagen. Woensdag dan gaat de zon soms schuil achter wat bewolking. De kans op een bui is heel klein. En met een noordwestelijke wind wordt de hitte verdreven. En zo wordt het zo'n 23 tot 27 graden. En na woensdag blijft de zon uitbundig schijnen en wordt het in de middag een graad of 21. Dat is over deze uitzending op onze site gld.nl. Daar valt meer te lezen over de inzamelingsactie van slaapzakken voor de 13.000 mensen op het vluchtelingenkamp Moria in Lesbos. Ze slapen na de brand in het kamp langs de weg onder de blote hemel. Voor nu nog een mooie avond verder.